Ja, Tim Hofman die gaat voortaan ook ouderen helpen in zijn YouTube-programma Hashtag Boos. Onder de noemer Hashtag Boos Bejaardensoos lost Hofman problemen op van ouderen. Dat heeft hij voorheen al met de jongeren gedaan. Ja, precies. Maar hij gaat zich nu richten op de ouderen dus. Nou ja, dat is een hartstikke goed idee. Ja. En dat gaat hij ook heel goed doen. Tenminste, dat moeten we nog maar even vragen. Tim Hofman, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het met je? Dan moet je lachen, ja. Waarom moet je lachen? Na deze radio gaat het heel goed met mij. Ja, oh, gelukkig. Wat dacht je? Mijn gewone versie van Boos is een beetje te gevaarlijk geworden. Ik stop nu maar op je oudjes. Nee, absoluut niet. Nee, ben je het zeker? Nee, we zijn alweer een tijdje bezig ook met gewone Boos. Maar eigenlijk lag het idee op de plank. Maar dat was dus iets vertraagd, omdat we er even uit zijn geweest. Omdat ik klap had gehad. Ja. Hoe is het met je kaak trouwens? Ja, die kaak is goed geheeld. En dus dat ziet er goed uit, dat aspect. Ik heb een deal voor 2 boeken getekend. Dat is echt een jongensdroom, dit. Mensen, kinderen zeggen. Dat is een wet dream, man, dit. Ja, ik heb er heel erg naar gezien. Ja. En dan denk je dat het allemaal getopt is... en dan kom je ook nog bij de Keurbaas in de show. Precies. Nou, mooi. Je leven is compleet, ja. Ja, de Eddie Keur. Ik moet niet even opblijven van half uur. Nu kan het gewoon overdag. Oh, ja, luister je vroeger naar Show Zonder Naam, ja? Ik heb het wel een tijdje gedaan. Ja, ik was altijd wel een fijne jachtluisteraar, ja. Ja, wat lief, man. Wat leuk om te horen. Nou, kom je dan een keer langs bij ons nu we bij NH Radio zitten, in de studio? Weet je, als het bij jullie is, dan wil ik het best doen. Tot snel. Goed, jongen. Tot snel. Jij ook. Hoi, hoi. Hoi. Keur in de middag. Don't we look good together? Einde van de show. Bijna 5 voor 6 mensen. Ja, het is nou helemaal niet al. Maar morgen zijn we er natuurlijk weer. Morgen. Hallo? Morgen. Oh, dat is nog maar 1 nachtje slapen. Is Keur in de middag er weer. Dat is toch hartstikke leuk? Dat is toch ook hartstikke leuk? Ja, dat is het ook. Ah, we zijn er morgen gewoon weer. Lekker 2 dagen in de week. Ik zou eigenlijk wel 3 dagen willen. De zondag zou ik er ook wat bij willen doen. Ik ook hoor. Ja hoor, waarom zouden we het niet doen? Hartstikke leuk. Ik ben gewoon paraat, dus ik hoop dat ze zitten te luisteren bij de directie. Die zitten te eten op het moment. Ze zitten te eten, dat weet jij dan gewoon weer. Ah ja, dus bijna 6 uur, gewoon aan de piepers natuurlijk. Daarom, en ik heb nog een klusje voor jou. Keur in de middag. De spreuk van vandaag. Zo is het ook, is het weer een schudder geneten gewoon. Nou, dat is een stukje grootmoederswijsheid. Nou, laat maar horen. Als de seks goed is, dan is het zeer goed. Als de seks slecht is... Ja. Dan is het in ieder geval beter dan niks. Ah, ja, maar het is ook zo. Dat heb je volledig gelijk in. Het is absoluut waar. Staat Eline hier ook achter? Zeker. Ja, natuurlijk. Hoe lang ben je met je vriendin? Dat is 2,5 jaar. Dus hoe vaak doen jullie nog in de week? Nou, wel een paar keer. Maar dat is 2 keer dus? Ja, 2-3. 2-3 keer? Ja. Oké. En jij? Had je niks aan. Ach, kind. Ja, doe dat niet zo dat flauw. Dat vind ik dan zo kinderachtig. Een vrouw weer, hoor. Maar dan gaat je niks aan. Kortom, jullie doen er niet meer. Eens in de 3 weken. Ja. Thuis of... Nee, op de buis nou goed. De spreuk van vandaag. Zo mensen, is seks op tv nou leuk eigenlijk? Ja, dat kan wel, maar ik val er steeds af. We zijn de tv, dat redden we niet. Nee. Wij gaan eens even contact opnemen met de directie mensen. Want de directie die is er weer helemaal klaar voor. Wat vonden zij van de afgelopen show? Dat was toch weer een leuke show op een radio. Dank u. Van kleine traan tot groot. Zeggen aan Gert-Jan. Graag gedaan. We nemen geen afscheid, want over 2 weken ben jij op de plaats van Eline hier. Ja, precies. Ja. Fijne weekend, man. En dankjewel, ik vond het heel leuk met je. Succes morgen. Graag en leuk gedaan. Met jou, Eline. Tot morgen. Dan zijn we er weer met Anita Witsier. Anita Witsier. Tot de volgende.